Dag, welkom bij de sport van RTV Katwijk. Hij is sinds juli dit jaar voorzitter ad interim van basketbalvereniging Grasshoppers. En vanavond is hij onze gast, Jaap Jonker. Jaap, goed dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn in de nieuwe studio. Was je erbij afgelopen zaterdag, dames en heren, de topper tegen Landslake Lions? Ik was er niet bij, maar wel via de livestream. Dus ik heb de wedstrijd wel gezien en het was wel weer uh, genieten, zeker de tweede helft. Was het twee Ja, ongeslagen ploegen? Klopt, twee ongeslagen ploegen die dus uh, met Den Helder de ranglijst aanvoerden. Dus dat is nu nog, uh, zijn er nu nog twee, Den Helder en uh, Grasshoppers, die uh, de ranglijst aanvoeren na vijf uh, speelronden. 72-82, einduitslag. Kampioensreceptie al gepland? Nou, die nog niet, maar wel de jubileumreceptie. Daar zijn we eerder mee bezig en drukker mee bezig. Ja, daar komen we straks vast nog ja. over te praten. Dankjewel, we gaan eerst even terug naar afgelopen weekend. De voetbaluitslagen, we zetten ze even op een rij. In verband met de herfstvakantie kwam alleen Valken 68 uit in competitieverband. Op eigen veld wonnen de Valkenburgers met 3 tegen 1 van VVZOB. En Huig van Duin was de grote man op het duifrak met de doelpunten. FC Rijnvogels won voor de KNVB-beker met 3-1 van sportclub Klarenbeek. De tegenstander uit de eerste klasse verkocht haar huid duur. En pas in de slotminuut van de blessuretijd wist Kitty Suzanne namens Rijnvogels aan alle onzekerheid een einde te maken door de 3-1 aan te tekenen. En dus twee keer winst afgelopen zaterdag. We gaan terug dus naar afgelopen zomer. André Hoek die stopt als voorzitter van Grasshoppers. En een bekende naam binnen de vereniging, Jaap Jonker, neemt zijn plek tijdelijk in ieder geval in... En is daarom nu de aanvoerder van deze club. Ja, Jaap, uh, waarom ben je eigenlijk ingestapt? Uh, nou, ik maakte al uh, onderdeel uit van het bestuur. En uh, nou, alle ogen waren op mij gericht. Uh, om zo maar te zeggen. En. Uh, nou ja, ik heb de handschoenen opgepakt in die zin van, uh, ja, moet, uh, het was vrij recent voor de ALV, voor, hè, de Algemene Ledenvergadering, voordat uh, de opzegging via André binnenkwam. En toen moesten we schakelen met de mensen die er waren. Dus uh, ik, heb de, ik heb dat uh, dus op, op me genomen. In eerste instantie eerst maar als ad-interim, om te kijken wat op me afkomt. En uh, ja, of het allemaal te combineren is met andere dingen. Ja, waarom had Interim niet meteen gezegd van nou, ik ben jullie nieuwe man? Nou, het was voor mij ook uh, even schakelen voor de rest van het bestuur ook. Van oké, okay, we zitten nu in een nieuwe situatie, een nieuwe penningmeester. Uh, een aantal mensen met hun sporen die, die uh, vertrokken. Dus uh, coronatijd, dus je moet toch even kijken van uh, oké, okay, wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Ik had al de functie bestuurslid uh, sponsorzaken... Uh, nou, dat ging er niet van af. Dus, uh, je, dus je, bent de je, je bent ook speaker. Ik ben ook speaker. Ja, ik ben van alles uh, geweest en uh, doe van de, allerlei dingen. Uh, redacteur voor de Clubblad. Uh, dus uh, ja, uh, mijn tijd uh, vulde zich toch wel. Ja, echt grasshoppersman. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. Uh, ben je er inmiddels uit? Of je wat langer voorzitter wil blijven? Uh, nee, daar ben ik nog niet uh, definitief uit. Maar zo vaak met tijdelijke dingen, die hebben de neiging om uh, steeds langer te duren en definitief uh, te worden. Maar daar is nog geen ei over gelegd. Wanneer dan wel? Uh, nou, dat weet ik niet. <laughs> nee. dus, uh, Komt er niet een eerstvolgende ledenvergadering? Jawel, die is in uh, begin december gepland. En uh, ja, ik heb voor mezelf wel een beetje bedacht en ook met de rest van het bestuur besproken... dat als ik nou toch bezig ben en ik ben nou toch ad interim... dan wil ik ook tot 21 december wel voorzitter blijven. Hè? Want dan is het ju uh, 50-jarig jubileum. Dus dat, uh, ja, dan uh, wil ik dat ook wel meemaken. Die wil je graag nog wel even meepikken. Ja. <laughs> Bevalt het wel, dus? Jawel, jawel. Kijk, het is uh, bestuurders' uh, vrijwilligerswerk, is me niet vreemd. Dus uh, nee, dit gaat wel en uh, het gaat ook omdat er ook een aantal mensen rondom bestaan en in de club actief zijn als vrijwilliger, waardoor je dus ook gewoon dingen kan delegeren en, uh, en het werk bij die mensen uh, uh, achterlaat met een gerust hart, zodat je je ook niet uh, met alles moet bemoeien en uh, wil bemoeien. Want anders ga je ook misschien mensen in de weg lopen en dat moet ook niet gebeuren. Nee, Gr Grasshoppers is van nature en van oudsher een echte familievereniging. Hè? Ja. Uh, waar iedereen uh, bij zo'n zo spreker zeven dagen per week uh, 24 uur per dag actief is. Uh, is dat nog steeds zo? Uh, nou ja, je, je doelt op een aantal families misschien. Zoals bij de voetbal ook wel een aantal families zou zijn. die dan uh, soms komen bovendrijven. Maar uh, je merkt ook wel dat er veel verjonging is. Uh, en, uh, met beginners. Maar dan zie je ook vaak de tweede of soms al de derde generatie. nu al uh, komen ballen. Uh, en dat betekent weer dat je oude gezichten soms weer terug ziet. En dan is dat ja, familiegevoel. Maar in ieder geval het uh, tevreden gevoel van, oh, uh, we weten wat we aan elkaar hebben. Maar je ziet wel dat het kringetje ook qua vrijwilligers ook wel kleiner wordt. En dat, uh, dat is niet alleen iets voor grashoppers, maar dat is ook uh, ja, om vrijwilligers voor langere termijn ook aan je te binden. Het zoeken van nieuwe leden, weer omdat er ook een aantal leden zijn vertrokken in de coronaperiode. Om met teams te vullen, om trainers te vinden, scheidsrechters te vinden. Nou ja, dat is, je kan niet elke keer in dezelfde vijver blijven vissen. Dat probeer je wel, maar op een gegeven moment is die vijver leeg gevist. Ja, dus wat dat betreft, is het misschien ook wel een beetje een noodzaak dat je nog voorzitter blijft. Ik ben bang voor wel. <laughs> ja. hey, hoe, hoe, hoe staat de vereniging ervoor? We, we, zitten, ja, we zitten een beetje na corona. Ja. Ja, nog, we hebben nog te maken met corona, maar ja. minder dan voorheen. Er wordt weer gespeeld. Dat hebben we ja. net ook gezien in beeld. Ja. Hoe, hoe, hoe gaat het? Daar nou, zijn jullie doorgekomen? Het, het is best uh, aanpoten geweest. En soms ook aanmodderen. Want als binnensportvereniging uh, waren we helemaal niet. Uh, toegestaan te sporten. Uh, we hebben ook noodgedwongen, zijn we de pleintjes op gegaan. Uh, drie keer drie is uh, met unite uh, drie keer uh, of drie x 3 United en uh, uh, Grashoppers en welzijnskwartier hebben we ook uh, wat dat betreft de uh, pleintjes opgezocht. Ook de jeugd, toen dat nog mocht hè, tot 17 en later tot 27. Wat uh, meer buiten. maar ja, In de winter is dat ook niet altijd even uh, goed. En dan blijkt ook dat de uh, pleintjes al die jaren ook toch wel uh, sleet hebben gekregen in de openbare ruimte. Dus dat, uh, dat was uh, verre van ideaal. Dus we waren weer blij dat we in juli mochten we weer voor het eerste zaal in. En dat is dan uh, in ieder geval weer gelukt. En, en vanaf dat moment gaat het dan ook weer... Ja, er komt er weer Reuring. Dan zien mensen elkaar weer en dan komen de ideeën ook weer en dan gaan dingen weer lopen zoals ze moesten lopen. Maar dan zie je wel dat je dus 50 à 75 leden kwijt bent geraakt. Dat zijn toch 5 à 8 teams die je dan niet kan vullen. Of dat je net een team hebt waar je twee mensen tekort hebt om er twee teams van te maken. Nou, dat is best lastig uh, om mee te werken ook. Want soms heb je goede speelsters of spelers en wat minder goede. Nou, dan moet een trainer met mee aan de slag. Nou, dat is best lastig als je hele goede hebt en wat minder goede. Want die zou je dan het liefst in een tweede team zetten, maar dat is er dan niet. Nou, we hebben ook gemerkt dat qua contributiebetaling bleven de mensen soms achter. Uh, nou, dat is... Door de nieuwe penningmeester en de nieuwe werkgroep is dat ook wel weer uh, op de rit gezet. Maar het is uh, dan merk je toch dat in de laatste jaarrekening dat je dus toch wel uh, 11.000 euro op je eigen vermogen uh, inteert. Ja, dus uh, ingewikkelde periode. Uh, ja, dat elke is wel ja, ja, maar dus zeker ja. ook voor grashoppers. Zeker. Um, Keerzijde, misschien een kleine kans. Daarbij is dat je misschien wat meer tijd hebt om naar de toekomst te kijken. Hoe uh, ziet de basketbal uh, de komende jaren eruit? Of in de, in de verdere ja. toekomst? Welke plannen zijn er? Welke ambities? Um, en, en noem eens drie hele concrete punten uh, waarvan je zegt, nou, daar gaan we ons nu echt op focussen. Ja, uh, nou, mijn doel was, en ook van het huidige bestuur, is eerst de basis op orde. Na die corona, na de, die uh, periode van uh, uh, vervuiling in het ledenbestand, uh, contributieachterstanden. Nou, is de basis op orde, teams op orde, uh, uh, scheidsrechters uh, weer opleidingen gaan, uh, gaan doen voor trainers. Nou, dat soort dingen moet eerst op orde zijn. Want dan kan je pas gewoon competitie draaien, want daar ben je voor in het leven geroepen als basketbalvereniging. Dat, uh, dat de leden kunnen basketballen. Nou, voor de rest hebben we dan ook nog uh, via het sportakkoord is er een verenigingsondersteuner uh, gekomen. Daar hebben we ook kennis mee gemaakt. Van nou oké, okay, help ons met uh, nou ja, vrijwilligerswerving of nou uh, financiën op orde, uh, ledenwerving, et cetera. Mm -hmm. En daarvoor hebben we nu ook een werkgroep toekomstgrashoppers uh, in het leven geroepen. Waarmee we dan met een derde van het NOC NSF... Nou ja, een programma opgesteld met het kader binnen de binnen de vereniging om te kijken van, oké, okay, waar staan we, wat willen we en hoe kunnen we het uitvoeren. Dus in drie sessies in het komende seizoen willen we die uitzetten om daar dus dan uh, ja, onze toekomst te bepalen van, uh, oké, okay, hoe kunnen we weer een krachtige vereniging uh, nou ja, blijven ja. eigenlijk. B binnen een vernieuwde sporthal? Of? Nou ja, kijk, we hebben een plan uh, geopperd. En dat is in eerste instantie ook uh, intern besproken binnen de gemeente. En uh, nou, we hebben ook afgesproken met de wethouder of nogal degene die dat trok. Die, uh, nou, dan, uh, we brengen het ook naar de politiek. Want uh, wij zien kansen voor de, voor de sporthal, maar ook voor de uh, gym, voor uh, scholen. Uh, voortgezet onderwijs en, en basisonderwijs in de buurt met soms vervanging of vernieuwing van zalen. Dan zou je een extra compartiment kunnen gebruiken en in plaats van twee gymcompartimenten drie uh, compartimenten maken. En daar passen dan toevallig, nou niet helemaal toevallig, passen daar ook drie volwaardige vo uh, basketbalvelden in. Met voldoende uh, ruimte ertussen, zodat je daar ook drie. Uh, wedstrijden tegelijk zou kunnen spelen. En dat betekent dat je in één hal uh, weer kan spelen in plaats en trainen, in plaats van ook in, uh, in Noordwijk te moeten huren, et cetera, et cetera. Wa wanneer moet die er staan? Noemen ze een jaar? Uh, nou ja, kijk, uh, laten we nu. Uh, is, uh, besluitvorming. Laten we daar een, uh, een seizoen over doen. Dus volgend uh, half jaar een besluit en dan uh, ergens gaan bouwen. Ja, aanbouwen. Dus eigenlijk aanbouwen. Dus over twee jaar moet hij daar toch wel kunnen staan. Over twee jaar zien we elkaar in, in zo'n grote, ja. mooi hal. En ik durf hem niet maar wat op te wedden dat je dan nog steeds de voorzitter bent. <laughs> ik weet niet of er al het interim dan nog bij staat. Okay, ja. pas ben je dan nog de ja. voorzitter. We gaan, we gaan het afwachten. Kort... We eindigen met selectie. Dames 1, heren 1. Is er, nog, is er nog laatste nieuws? Uh, nou, niet laatste nieuws. In die zin dat de selectie van dames 1... die was op orde. het uh, begin van het seizoen. We hadden nog geen trainer. Uh, dat is Rick Driessen weer geworden. Ja. En uh, Rick Driessen is... Uh, uh, erkend... kampioenmaker, zeggen we dan maar. Maar vooral uh, talent opleiden. Op en waar hebben wij het als... als Sportieve grashoppers voor. Wat doen wij het voor? Talent opleiden. Veel jongeren en jeugd door laten stromen naar het eerste. En dan, uh, dus daarin ook de competitie uh, gewoon nou ja, kunnen aanvoeren. En uh, Rick is daar uitermate geschikt voor. Dat blijkt. En, en dat blijkt. Ongeslagen. Hè, tot nu toe nog wel. En we hopen dat dat natuurlijk blijft. En bij de Heren 1 zie je ook dat ja we hadden een soort vreemdelingenlegioen via via we waren allemaal wel bekenden van de vereniging en uh, sommigen ook al lang maar nu zien we ook dat er jeugd doorstro doorstroomt nou dus daar wordt de doelstelling doorstromen naar het eerste wordt ook zichtbaar de resultaten blijven daar nog wat achter. Maar ja, we hebben een aantal keer verloren. Maar dat blijkt dan met een paar punten te zijn. Na een dramatische eerste helft. Dus als die eerste helft nou. Uh, misschien moeten we het omdraaien. Met de tweede helft beginnen. Maar dan kom, komen die resultaten ook alweer. Maar dat is zeg maar, ook weer een leerjaar waarschijnlijk. En uh, kijken of we dat volgend seizoen verder kunnen uitbouwen. Ja, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Ja, we gaan uh, naar het voetbal. Uh, komend, uh, komende week, eigenlijk al midweeks... speelt Rijnsburgse Boys tegen uh, de Treffers. Dat doen ze in de eerste ronde van de KNVB-beker. En komend weekend dan gaat de competitie gewoon weer verder. Op eigen veld neemt... ...Koploper Katwijk het op tegen Noordwijk. Quick Boys reist af naar Spakenburg... ...en Rijnsburgse Boys krijgt de nummer 2 op bezoek, AFC. In de hoofdklasse Sportclub Feyenoord tegen FC Rijnvogels... ...waarbij de wedstrijd op Varkenoord start om 5 uur in de middag. En Valk 68 kan zaterdag goede zaken doen voor de ranglijst... ...maar dan moet het wel winnen van Noordorp. Verder bij de vrouwen DTS 35 Ede tegen FC Rijnvogels... ...en Voorholte neemt het op tegen... Quick Boys. Ja, veel meer over deze wedstrijden aanstaande zaterdag in onze uitzending in de, op de radio vanaf twee uur middags. En volgende week zit hier op deze plek Marcel van der Vijven met een gloednieuwe editie van De Voetbaltafel. Voor nu, dank voor het kijken en een goede week.